Nee, mijn moeder rookt al 55 jaar. Dat is veel, toch? Ze rookt al 55 jaar, dus als je 55 jaar rookt, dan klink je niet zo, hè? Nee. Dit is ongeveer hoe mijn moeder... hoe mijn moeder klinkt. Zij rookt al zo lang, maar roken is mijn moeder. Dat is wel echt een hand, hoor. Komt zo uit de poriën, zo... Daarom baart ze denk ik ook een kind met een soort Hans Klokkapsel. Eerst de rook en toen... Dat was ik. Assistent erbij. En ze leeft nog, hè? Dat is zo bizar. Ik ben altijd bang geweest dat zij ziek zou worden. 55 jaar roken. Ik heb ook nog een broer. Wij als kinderen waren altijd bang dat zij kanker zou hebben of zo. Ik denk serieus dat kanker bij mijn moeder aankwam en dacht... Nee, hier zijn we al geweest. Nee, we gaan dit niet doen ook. Nee, het zijn geen arbeidsomstandigheden voor ons. Kom! Pak je kankerzooi en we gaan naar iemand anders toe. We gaan wel naar de voeten toe en daar worden we paars. Dat is ook heftig. Als je zo lang rookt, zijn je voeten paars. Leuke sneakers, maar. Wat, ik heb geen schoenen aan. Dat is een Nike-logo. Oh nee, dat is een spatader. Ah, heftig, heftig. Je moet je dus voorstellen, toen ik klein was... Toen ik... Oh, van jouw leeftijd was. Nee, toen ik klein was, toen... als mijn moeder verhaaltjes voorlas... Dan maakt het niet uit hoe zo'n verhaaltje eindigt. Dan eindigt het altijd eng. Ja. Eind goed. Al goed. What the fuck is dat? Ik had nooit een enge man onder mijn bed. Ik had een hele bange man onder mijn bed. Ja, what the fuck is er aan de hand? Moet de deur op een keer. Doe maar! Je kent toch wel van die mensen die hebben ooit iets aan hun keel gehad en die hebben, nou, noem het heel respectvol, een soort dolfijnen luchtgaatje hier zitten. En die praten met zo'n apparaatje. Waar is de hopjesvraag? Ken je dat? Mijn moeder heeft al die apparaatjes ingesproken. Daar kan je ervan kennen. Ja, klopt, maar voor mij is de afdeling oncologie erg verwarrend, kan ik je vertellen. Waar ik er langs? Mam, ah! En voor die mensen wel fijn, hè? Want zonder dat apparaatje praten, dat is natuurlijk moeilijk. Dus dit is bij mij. Ik werk nog aan mijn dolfijnimitatie.